staan hier met het lerarenteam van Team Argein. Dennis, Bas, Semena en ik, Michael. Wij hebben het 500 punten toernooi georganiseerd in Terreide, in de Koer. Dat is een competitieronde met een aantal verenigingen. En vandaag zijn wij aan de beurt. Het bijzondere bij ons is dat het bij ons niet alleen om judo gaat, maar dat we er echt een beetje een beleving van willen maken. We hebben allerlei activiteiten zoals sminken, we hebben judopak hangen, we hebben cyclespinnen verkopen we hier in de zaal. Allerlei leuke dingen, omdat het voor ons niet alleen om winnen gaat, maar echt om de hele beleving eromheen. En daarmee maakt het ook wat aantrekkelijker voor alle kinderen. Niet alleen voor de talentjes die alles winnen, maar ook voor... voor de iets mindere talentvolle judoka's moet het hartstikke leuk zijn. Nou, we zijn super trots vandaag, want wij hebben namelijk 42 eigen deelnemers van ons team Argei. En dat vinden we super leuk vandaag. Dus we maken er vandaag een super leuke dag van met elkaar. Dus vind je het leuk om eens een keertje een les mee te komen volgen? Bijvoorbeeld op maandag bij meneer Dennis of op donderdag bij mij en Semena of bij Michael. Je bent van harte welkom. Je kan altijd kijken op www.teamhargei.nl voor de lestijden. Ik ben Sybren en ik zit op judovereniging Haagse Beemden. Ik judo op woensdag in de Haagse Beemden. Hoi, ik ben Mika. Ik judo bij de judovereniging Bliemer Arrasje Sport. Op maandag in Teteringen en op woensdag in de Oosterhout. Wat vind je nou leuk aan judoën? Dat je meerdere banden kan verdienen bij een examen. En de wedstrijden met punten waarbij je bekers en medailles kan verdienen. Nou, ik vind het leuk dat er dan een hele volle zaal staat en dan moet je tegenover elkaar staan. En dat, ik vind het leuk om gewoon wedstrijden te houden eigenlijk, te doen. Ik ben Tim, bouwmeester van Matti. Ik ben Jens de Vries en ik doe met Bliemer Arrasje judo. Ik ben Bram Kolen en ik kom ook van Matti. Wat vind je nou zo leuk aan judo? Dat je kunt samenwerken en plezier kunt maken en jezelf goed kunt verdedigen. Ik heb hier verschillende worpen heb ik hier gezien, zeg maar. Ja. Maar dat lijkt me soms ook best wel pijnlijk. Ja, dat kan het wel zijn, maar het mag niet te veel pijn doen. En als een worp te veel pijn doet, dan mag hij ook niet meer gebruikt worden. Ik kom van Judo Club Maden. Dat zijn Maden. Bij judo moet je dus mensen werpen. En dan als ze op de grond liggen, dan moet je ze in houtgreep doen. En je kan Ippon, Wasari en nog eentje doen. En heel veel beenhaken, maar ook schouderworpen. En als iemand in een bokje zit, dan kan je ook dingen doen zodat ze op de rug komen en je makkelijk een houtgreep kan doen. In judo Club Maden, dan heb je ook een bar waar je na de judo kan drinken. En als je ouders meegaan, kunnen ze ook sporten naast de judo club.
En dan en er is ook een wand. En dan kan je het zaal in twee splitsen. Zodat je met meerdere mensen kan judoën. Hallo allemaal, ik ben Job Manners en ik zit bij de judovereniging van Arashi Bliemer. Wat vind je nou het leuke aan judo? Wat vind je er leuk aan? Je kan partijtjes maken en je kan iemand omver doen. Wel met respect natuurlijk en het is leuk om te doen. Dan moet je elkaar in de houtgreep nemen en dan kan je een ippon krijgen of een wasari. En wat is een ippon en wat is een wasari? Ippon is als je iemand gelijk op de rug zwiept en als je een wasari hebt gelegd op de zij en als je die nog in de houtgreep neemt, dan heb je ook een ippon. Leuk. Maar je hebt nu een gele band. Ja. En daar begin je ook mee, of niet? Nee, met een witte. Oké. Dus je begint met een witte en dan daarna? Daarna ga je naar geel. En er zitten ook nog slippen tussen en halve banden. Ja. Daarna ga je naar oranje. Daarna ga je naar groen. Daarna ga je naar blauw. Daarna ga je naar bruin en zwart. Je hebt nu een hele band, denk ik, hè? Of niet? Ja. Dus een gele. Gele met twee oranje. Wat is nou een halve band? Want als je een halve band hebt, dat past niet om je buik, denk ik, hè? Nee, dat klopt. Een halve band betekent dat je al die slippen en geel door elkaar hebt. Ja. Ik ben Kira Verheels en ik ben een Team Harregai. En dat is gewoon superleuk, want ik weet niet hoeveel jaar ik het doe. Maar ik vind het gewoon heel leuk en voor andere kinderen, ik zou het gewoon doen. Dat ik het super leuk vind. Ja. Zee, nou zie ik daar van allerlei kleurtjes op je band zitten, hè? Ja. Kun je daar eens wat over vertellen, over die kleurtjes? Dat zijn slippen en dat bepaalt hoe sterk je bent. En okay. Bijvoorbeeld groen en blauw. Ik heb ook nog bruin, maar die zitten niet op. Oh, maar als je zoveel kleurtjes hebt, dan wil dat zeggen dat jij al heel sterk bent dan? Ja, je hebt ook kleurenband, je hebt witte band, gele band, oranje band, groen en blauw. Daarna komt bruin en blauw en zwart. En zwart, dan ben je meester. Dan ben je meester. Of een juf. Ik ben Cas en mijn achternaam is Hamelink. Ik ben 8 jaar en ik ben van de vereniging Team Haagai. En ja, ik zou voorstellen dat je ook op Team Haagai moet. Ja, dan moet je op Team Haagai komen! Hallo, ik ben Taylor, ik ben 10 jaar en ik ben van Judo Club Made. Het leuke aan judo vind ik dat het gewoon legaal is om bij de sport mensen op de grond gooien. En wat maakt nou dat het spannend is dan? Nou, dat je er rekening mee moet houden dat je ook op de grond gegooid kan worden. Meestal kan je wel minstens 1 keer pijn krijgen. Oh. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Ja, precies. Maar pijn is niet fijn. Nee. En wat doe je dan als je denkt dat je pijn gaat krijgen of als je pijn hebt? Opstaan en verder gaan. Lotte en ik kom van vereniging Team Harregai. Hoi, ik ben Liz en ik kom ook van Team Harregai. Ik ben Jane van Gils en ik kom ook van Team Harregai. Ik heb hier ook bij dit tafeltje heb ik pittenzakjes gegooid, dat je zeg maar moet stoppen. Waarom gooi je dan zo'n pittenzak op de mat? Omdat het dan eigenlijk einde wedstrijd is, dan moet je gewoon stoppen met de wedstrijd. En dan zeg maar de scheidsrechter die bepaalt dan wie er dan heeft gewonnen.